Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Speel met mij kinderspeelgoed video. Vandaag gaan we deze hele mooie Peppa Pig diertje gebruiken. En we gaan hem zelf heel mooi versieren. En we gaan allerlei verschillende figuurtjes erop kleuren. En dan kunnen jullie zien hoe we zelf een hele mooie DIY Peppa Pig knuffeldiertje kunnen maken. Zoals jullie kunnen zien heb ik hier de doos. En zien jullie dat de verpakking gewoon heel mooi is. Het is natuurlijk Peppa Pig. Het is een witte Peppa Pig, zodat je heel mooi erop kan tekenen. En allerlei kleurtjes erop kan doen. En zoals jullie kunnen zien staan hier nog veel meer uitleg. En krijg je ook een setje pennen bij. Die zit daarachter. Dus als we hem omdraaien, dan zien jullie zo dat er nog meer bij staat. Ook bijvoorbeeld dat je de pennen erbij krijgt. En dat je hem gewoon heel mooi leuk zelf kan inkleuren. En dat je ermee kan doen wat je maar wil. Zo. Je zou kunnen zien dat we hier allemaal verschillende dingen kunnen doen. En hier staan ook nog verschillende gebruiksaanwijzingen. En jullie zien dat er nog veel meer op staat. Nou, zoals je kunt zien hebben we hier de stiften die we kunnen gebruiken. En jullie zien dus dat we gewoon heel mooi zelf de Peppa Pig kunnen maken. Hij is nu nog helemaal wit, maar dat wordt zo wel anders. Zo, ik heb hem even uit de doos gehaald en dan zien jullie dat ze een heel mooi kroontje op heeft. Dit is dus de Peppa Pig. En zoals je kunt zien heeft ze ook een klein stafje. Ze is als het ware een klein veetje. Ze heeft namelijk ook vleugels. En hieronder heeft ze niks aan, maar ze heeft wel een schattig jurkje. En de schoentjes zijn al roze gekleurd. Zo, ze heeft ook een glimlach, die is ook al gekleurd. En haar oogjes. En verder heeft haar neusje ook nog een kleur. En dat was het wel zo'n beetje. De rest kunnen we dus gewoon helemaal zelf indelen. Nou, dat gaan we zo dus doen. Dus even kijken of er nog meer belangrijk zit. Vleugeltjes. Het is heel zacht. En het is ook een hele lekkere fijne stof om aan te raken. Dus het ziet er super goed uit. Zo, ze is heel zacht en heel knuffelbaar. En ze ziet er overal gewoon heel leuk uit. Zo, laten we vast beginnen. Ik heb hier een zwarte stift. Ik heb hier een gele stift. Zo. En ik heb hier een roze stift. En ze heeft hier ook nog een rode stift. Zo, laten we vast beginnen met het kleuren. Zo, haar hele neusje is nu alvast roze. Alle lege plekjes invullen. Zo, dan kunnen we nu overgaan op de rest van haar lichaam. Haar kroontje. Zo, daarvoor hebben we de geel nodig. Zo, hier. Zullen we beginnen, denk ik dan. Zo, dan hebben we haar kroontje al leuk gebruikt. En die is ook dan ingekleurd. Dan gaan we over op de rest van haar lichaam. Misschien de rode kleur voor haar jurkje. En nog geel voor haar stafje. Of rood voor haar stafje natuurlijk. Een roze deel om haar stafje heen. En dan moeten we nog een geel stukje gebruiken voor de rest van het stafje. Zo. En dan nu zwart voor het steeltje.
Zo, dan hebben we het stafje nu ook af. En dan kunnen we overgaan op haar jurkje. Zo. Dan heb ik nog wat extra kleurtjes en dan kan ik er zelf designen. Even kijken wat ik verder nog meer leuk vind om te gebruiken als kleurtjes. Zo. En dan hebben we een andere kleur gebruikt voor haar jurkje. Omdat de andere soort kleur ook een beetje te weinig was en die ook bijna op was. Zo. Hier zit een gaatje voor haar staartje. Zo. En dan kunnen we nu verder gaan kleuren. Zo, dan heb ik Peppa's hoofdje afgemaakt. En dan hebben we hier nog een hele leuke fashion spray. Zo. Dus even kijken hoe dat gaat werken. Zo, nu zit je kleur wel echt sterker in. Dan teken we nog even haar vleugeltjes. Zo, en dan hebben we hier Peppa Pig. We hebben hem zelf gemaakt en zelf gedesigned. En hij ziet er super leuk en cool uit. De kleur ziet er ook goed uit. En de kroon ziet er ook heel leuk uit. En het stafje natuurlijk. Super mooi en super leuk. En heel leuk als je zelf gewoon een hele leuke Peppa Pig zou willen designen. Ziet er niet super cool uit. Hij ziet er helemaal uit naar mijn smaak. En ik heb gewoon kunnen doen wat ik zelf ermee wou. Dus hij ziet er gewoon precies uit zoals ik het zelf zou willen. Zo, kijk eens naar haar vleugels. Haar staartje. Ziet er allemaal super mooi uit. En ik vind zeker dat het ook heel leuk zou doen om dit zelf thuis te doen. Dus... zoals jullie kunnen zien is dit dus het eindresultaat en ziet ze er natuurlijk super cool uit. En vind ik ook dat ze er heel mooi uit is gekomen en dat het niet super moeilijk was en dat het ook heel makkelijk te doen is. Zo, ik hoop dat jullie dit zelf ook thuis een keer zullen proberen, want het is echt super leuk en het zou ook echt heel leuk zijn om je tijd mee te besteden. Nou jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden deze video. Ik vond het in ieder geval heel leuk om zelf te doen. En ik hoop dat jullie ook meer van zulke video's willen bekijken. En dat jullie willen abonneren op ons kanaal. Zodat jullie elke week meerdere video's kunnen bekijken. Als jullie commentaar hebben, kunnen jullie een commentaar achterlaten in de commentaarbox. En dan kunnen jullie deze video altijd delen met jullie vrienden. Zodat zij ook leuke video's kunnen zien. Nou jongens, het was leuk. Like deze video. Tot de volgende keer.